In dit filmpje leg ik je meer uit over het coronavaccin van Johnson & Johnson. Het vaccin heeft de naam AD26.COVID2.S. Een opmerking, dit is een uitleg voor mensen met geen of weinig medische kennis. Juist zoals ik. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube-kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube-kanaal komt, druk dan even op die abonneerknop en zet ook het belletje aan. Eerst even een bemerking. Het coronavaccin van Johnson & Johnson is geen RNA-vaccin. Wat een RNA-vaccin is, heb ik al uitgelegd in een vorig filmpje. De link zit u nu recht bovenaan verschijnen en de link staat ook in de beschrijving van dit filmpje. Wat voor een coronavaccin is het AD26-vaccin van Johnson & Johnson? Het Johnson & Johnson-vaccin is gemaakt op basis van het adenovirus. Dit is een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Het adenovirus dat gebruikt wordt is een verzwakt virus. Het gaat ons zeker geen verkoudheid geven. Het AD26-CoV2.S-vaccin bevat ook genetisch materiaal van het SARS-CoV-2-virus. Wat betekent die AD26? AD26 is een bestaand Johnson & Johnson-platform of methode die reeds mogelijke kandidaatvaccins tegen andere ziektes heeft voortgebracht. Zoals vaccins tegen RSV, HIV, Ebola, Zika en malaria. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de Johnson & Johnson methode een bestaande en bewezen methode is om vaccins te maken. En niet iets compleet nieuws. Hoe werkt het Johnson & Johnson vaccin? Het coronavirus heeft het stekeleiwit nodig om onze cellen binnen te dringen. Na injectie zal het vaccin ervoor zorgen dat ons lichaam stekeleiwit of spike protein produceert. Het spike protein is geen lichaams-eigen eiwit en moet dus vernietigd worden. Ons lichaam moet dus antistoffen maken tegen het stekeleiwit of spike protein. Kort gezegd, telkens ons lichaam stekeleiwit tegenkomt, zal onze afweer in werking treden, dan zal het stekeleiwit onklaargemaakt worden. Hierdoor kan het coronavirus niet meer onze cellen binnendringen. De kans dat we ernstig ziek worden van corona wordt hierdoor veel kleiner. Abonneren, delen en reageren.